Deze week in Nieuwsronde. Actieshopping Meidrecht. Boomfeestdag in de Hoek. Veel kapvergunningen normaal. Onderzoek naar lijn 130 naar Utrecht. Op de markt verwelkomen ze de zomer. Afgelopen weekend bedekte Shopping Meidrecht verkiezingsposters. Wij niet op zondag open, zij niet op zondag adverteren. Afgelopen zaterdagavond hebben jullie het verkiezingsborden afgeplakt. Wat was daar de bedoeling van? Je moet af en toe een beetje de druk op de ketel houden. En het ijzer smeden, zoals het heet, zoals een goed Nederlandse uitdrukking is. We hebben, zoals je zelf weet, in de raad heeft ingestemd met een onderzoek. Daar kunnen we het maar niet over hebben wat we daarvan vinden. Maar in ieder geval, dat moest in 6 weken allemaal klaar zijn. We zijn ondertussen een kleine 3 weken verder. En ik heb nog niks gehoord van een onderzoek, laat staan van een bureau, laat staan van de vraagstelling. Dus we dachten om de zaak nog maar even onder druk te houden en de druk op de ketel te houden om een statement neer te leggen dat als wij op zondag niks mogen van deze raad, dat wij dan vinden dat zij op zondag ook maar beter geen reclame kunnen maken. En hebben jullie daar reactie op gekregen van de politiek? Van de politiek? Nee, van de politiek niet. Wel van de rest van de gemeente. Dus dat zijn de overige 18.000 inwoners, geloof ik. Daar hebben we wel reacties van gehad, ja. En ik moet zeggen, alleen louter positieve. Nee, hij is natuurlijk wel spontaan ontstaan. Iemand moet het ooit bedenken, dus hij is natuurlijk in die zin wel bedacht, maar het is een redelijk spontane actie, ja. En alle winkeliers uit het centrum deden daar mee? Iedereen heeft er van afgeweten, ja. Zijn jullie niet bang dat je op die manier misschien ook een beetje de democratie een beetje aan het verstoren zijn? De democratie aan het verstoren. Er is op dit moment maar één orgaan in deze gemeente die de democratie aan het verstoren is en dat is onze eigen gemeenteraad. Die hebben daar zelf niet zo'n goed idee bij. Ik respecteer ieders mening en die zal ik ook altijd waarderen. Maar het kan niet zo zijn dat 5% van de stemmers of van de inwoners kunnen bepalen wat de 95% van de andere van dit procent van de inwoners willen. Dat is ook niet democratisch. Dus. Nou liep vlak voor de Provinciale Statenverkiezingen gisteren liep het CDA rond te bezuinigen dat er binnen 6 weken konden de winkels open. Heb je daar enig zicht op? Ja, ik heb hem ook gehoord. Ik vond hem wel helder. Ik vond het jammer dat dat niet op beeld is vastgelegd. Dat lijkt me een hele leuke om ze nog een keer op te duiden van dat ze dat daadwerkelijk geroepen hebben. Ik heb wel een aantal mensen gesproken die daadwerkelijk gehoord hebben. Dus als het helemaal moet, dan kunnen we nog getuigen vinden. Ja, het zou prachtig zijn, maar ik geloof niet meer in sprookjes. Nee, ik denk dat dit gewoon nog even 3, 4, 5 maanden doorgeschoven blijft worden. En dan moet ik ze straks allemaal nog een hand gaan geven, omdat ik ze moet bedanken omdat ze het allemaal zo goed gedaan hebben voor het dorp. Maar zo werkt het denk ik. Zo werkt het aan mijn kant niet. Die tijd hebben we nu wel gehad. Nogmaals, het zou prachtig zijn als het kan. En het had al lang gemoeten, maar het komt er. Het is onomkeerbaar. En ik ben alleen bang dat het gewoon nog 4, 5 maanden op zich laat wachten. Je hoort ook stemmen die zeggen van nou ja, het zal wel niet toegaan naar een volledige openstelling op zondag. Dus alle zondagen, maar misschien naar 12, 15, 16. Het is niet acceptabel meer. Die tijd hebben we allemaal gehad. We hebben het er met iedereen over gesproken. Kunnen ze rustig mee komen, gaan we niet mee akkoord. Voor het merendeel van de winkels in het centrum zou dat meer dan voldoende zijn. Maar voor de bouwmarkten en de foodsector is dat totaal onvoldoende vergeleken op de situatie om ons heen. Die moeten gewoon elke zondag los kunnen. De Sint-Antonieschool in de Hoef trok samen met wethouder Aldrik Dijkstra naar de Wilgrond te knotten. Boomfeestdag 2015. Jongens en meisjes, hartelijk welkom bij deze boomfeestdag. Mijn naam is Aldrik Dijkstra. Ik ben de wethouder van onder andere Groen. Dus ik ben bij de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud van de bomen en het groenbeheer in de gemeente. En ik heb begrepen dat jullie deze heren van de gemeente gaan helpen met het knotten van wilgen. De wethouder had al gezegd ze moeten kort gehouden worden, maar hebben jullie ook gehoord, weten jullie al waarom? Ze worden heel groot en heel zwaar en dan vallen ze om en dan nemen ze, als ze op een eiland staan of langs het water, nemen ze de hele grond mee. In de lens kijken en zagen is lastig, hoor. Oh, dat mag ook niet. Nee. Jammer.
Succes jongens. Het is van belang dat we het doen, want als we deze bomen hier niet hebben staan, zakt de grond hier achter me zo het water in. Dus deze bomen zorgen ervoor dat de grond droog blijft en het wortelnetwerk zorgt ervoor dat de grond bij elkaar blijft. En op het moment dat je deze bomen niet meer zou onderhouden, dan vallen ze om en dan heb je een probleem met de grond hier zo in de Ronde Venen. Nou ja, wat er eigenlijk dan goed is om te zien hoe enthousiast de kinderen zijn ook met elkaar. En wat het betreft het samenwerken ook, dat gaat eigenlijk altijd heel erg goed. En ze zijn moeilijk weer mee te nemen, want ze willen het liefst nog even lang doorgaan totdat alle knotten geknot zijn. En toen moesten we bomen gaan knotten, want anders worden ze veel te groot. En als ze veel te groot worden, dan worden ze ook zwaarder en dan kunnen ze in het water vallen. Het is een tak uitkiezen, dan ga je hem omkappen en dan leg je hem daar neer. Het was wel leuk, alleen wel koud, dus dan ging het wel wat zwaarder. Het gebeurt 1 keer per jaar en het is ook wel belangrijk, want anders vallen die knotten in het water en het is ook wel leuk om te doen. Op de gemeentepagina stond een enorme lijst met kapvergunningen. Is er iets aan de hand? Op de gemeentepagina staat inderdaad een lijst met bomen. Het zijn er ongeveer 100, iets meer dan dat. En dat zijn bomen die gekapt gaan worden. De reden van die kap is dat deze bomen eigenlijk allemaal ziek zijn. En als ze niet kappen, dan gaan ze gevaar vormen voor de omgeving. Het zijn niet heel erg veel bomen. Het zijn ongeveer 100, ruim 100 bomen op een totaal van 28.000 bomen in deze gemeente. Dus dat zijn er niet heel erg veel. Iedere boom die wij kappen proberen we ook weer te herplanten. Dus het is niet zo dat het bomenbestand naar beneden gaat. Maar we moeten wel zieke bomen proberen te beschermen tegen omvallen. En dan kun je ze beter kappen van tevoren. De ziektes die in deze bomen zitten zijn niet heel erg bijzonder. Er is sprake van zwam, er is sprake van kroonsterfte. Maar dat zijn ziektes die in alle bomen kunnen voorkomen. Dus het is niet zo gek dat er ook een aantal bomen ziek worden. Het is niet heel bijzonder. Voor zover ik weet staan er geen bomen op deze lijst die op de beschermde bomenlijst staan. Als dat wel zo is, dan is er goed gekeken hoe er dan mee om moet worden gegaan. Maar ook een boom die op een beschermde bomenlijst staat en ziek is, moet gewoon gekapt worden. Afgelopen week waren de verkiezingen voor provincie en waterschap. RTV peilde de stemming. We zitten op zo'n 60 man per uur, wat opkomst ongeveer. Dus we mogen niet klagen. Zeker gezien de verwachtingen die geschapen zijn, dat heel veel mensen niet wilden komen stemmen. Het is alleen wel zo, het leeftijdsverschil. Het is voornamelijk de ouderen die komen stemmen, tot op heden. Maar ja, misschien later op de dag nog de jongeren. Die zijn waarschijnlijk aan het werk nu. Op de eerste plaats voel ik me verplicht om te stemmen. En op de tweede plaats denk ik dat je toch het kabinet wat nu aan is de kans moet geven om even door te werken. Ik heb geen intense belangstelling voor deze. Ik ben heel erg politiek geïnteresseerd, maar ik vind dat deze provinciale mij minder aanspreekt. De rol van de provincie vind ik een belachelijke. Dus ik ben van mening dat daar niks gebeuren moet. We zijn een heel klein landje en dat we er nog in zoveel provincies opdelen kost alleen maar extra geld. Allemaal bestuurslagen die volgens mij er niet horen. Als je niet stemt, heb je ook niets te zeggen. Je hebt gewoon, je hoort te stemmen. Dat hoort bij je opvoeding en ik vind stemmen moet je. Nou ja, omdat je anders ook niet moet zeuren als je het met dingen niet eens bent. Omdat ik dat nodig vind. Iedereen moet eigenlijk stemmen.
Dan moeten ze eigenlijk weer verplicht stellen. Eigenlijk vind ik het een beetje moeilijk. Want je weet toch niet waar je op moet stemmen. Ik heb wel gestemd, maar als je niet stemt, ja, dan gaat hij verloren. Dan heb je helemaal niks. Of veel zin hebt, betwijfel ik. Plicht als Nederlander? Ja? Ik vind dat ze hier in het dorp wel eens wat aan het sociale gebeuren moeten doen. Dus qua winkels is het natuurlijk een drama. En ik denk er moet gewoon geld in gestopt worden. En die huurprijzen moeten omlaag van die winkels. Want mensen worden er allemaal uit verdreven. De winkels? Maar dat heeft er denk ik niets mee te maken, of wel? Nee. Dat zou wel fijn zijn dat de dorpen wat leefbaarder was. De ouderen zorgen dan de gehandicaptenzorg. Er is echt veel te veel bezuinigd, met name op de gehandicaptenzorg. Naar de veiligheid en de zorg. Verkeer. Verkeer, wegen. Ja. Veiliger maken van wegen. Ja. Meer rotondes bijvoorbeeld. Zoals hier bij de Margrietlaan. Cultuur. Een zaal. Waar men concerten en zo kan geven. Ja. Ja, want het zijn eigenlijk de enige mensen die je kent. Hè? Ja. Dus de provincialen ken ik helemaal niet. Okay. En die zijn ook niet in het nieuws. En in mijn wereld zijn ze totaal onbelangrijk. Okay. Gewoon gestemd waar ik altijd op stem. En dus ook met landelijk. Een beetje. Het is toch wel belangrijk om nu vooral voor de provinciale kant te kiezen. Voor de omgeving. Okay. Ik denk alleen toch maar eigenlijk hoofdzakelijk plaatselijk toch? Niet echt. Misschien een beetje wel. Ja, toch wel. Het blijft behelpen met het openbaar vervoer naar Utrecht. Er komt een onderzoek naar de behoeften van lijn 130. Ja, we gaan er als gemeente wat aan doen. We gaan de provincie duidelijk maken dat er een grote behoefte in deze gemeente is aan een rechtstreekse buslijn tussen de Rondevenen en Utrecht. En wat we daaraan gaan doen is we gaan een onderzoek starten. Daar starten we vandaag mee. En het idee is dat we de mensen in de Rondevenen en de reizigers die nu al gebruik maken van het openbaar vervoer gaan vragen waar zij behoefte aan hebben. En dan gaan we met name vragen of ze behoefte hebben aan een rechtstreekse lijn tussen Utrecht en de Rondevenen. Het idee erachter is dat de provincie graag wil hebben aangetoond dat die behoefte aanwezig is. En wij als gemeente weten inmiddels wel dat die behoefte aanwezig is, maar de provincie is daar nog niet van overtuigd. Nou, de provincie heeft aangegeven in de persoon van de gedeputeerde meneer Van Lunteren dat op het moment dat duidelijk is dat er een behoefte is, dat hij dan niet voor een rechtstreekse lijn zal gaan liggen. En het is belangrijk dat wij die informatie nu aan hem geven, omdat we in dit jaar met de provincie en een eventuele nieuwe vervoerder in overleg moeten over waar onze buslijnen komen te liggen. We gaan een online enquête doen. En die enquête is beschikbaar op de website van de gemeente de Rondevenen. Maar hij zal ook worden gepromoot via flyers die we in de bussen uitdelen. En we gaan ook gewoon mensen zelf vragen wat voor behoeften zij hebben en wat ze willen. Het belangrijkste is nu de actie Utrecht rechtstreeks. Maar we hebben wel in de enquête ook een mogelijkheid opgenomen dat mensen aan kunnen geven waar nog meer hun andere wensen liggen. Dus als blijkt dat er andere wensen zijn, bijvoorbeeld een rechtstreekse lijn richting Apkoude, dan nemen wij dat mee in de gesprekken met de provincie. Op 28 maart begint de zomertijd. De marktlui zien die tijd zonnig tegemoet. Maar zomertijd gaat in. Ja, ik denk meer slippers, hè. Heb je al genoeg ingekocht? Ja, zat. Ja, ja, ze komen door het dak heen. Ik vind het heerlijk, zomertijd. Want het is mooi weer, krijgen we dan. En langere dagen, omdat de tijd verzet is. Dus op deze ben ik er heel blij mee. Nou, ik vind het altijd wel prettig, zomertijd. Want tenslotte zijn de avonden dan lekker lang. En je merkt nu al een beetje dat het langere dagen zijn. Want de winter is wat dat betreft wel erg donker en korte dagen. De zomertijd is voor ons de tijd. Wintertijd is jassentijd. Mensen hebben dat allemaal aan. En nu ga je gezellig naar de markt toe.
Ja, dan kunnen wij goed altijd. Dan is de markt is de mensen lief. Nee, zomer is beter. Zomer is beter? Ja, ja. Dus voor u mag het altijd zomertijd zijn? Ja, dat voor mij wel. Okay. Ja, ja. En op een markt beleef je van alles. En dat is buiten. Mensen zijn buitenwezens. Dus wat u betreft, het mag het hele jaar zomertijd zijn? Ja, het mag voor mij het hele jaar zomertijd zijn, maar dan wordt het ook weer een gewoonte. Dus het is, je gaat weer genieten aan deze mooie dagen, dan ga je weer naar verlangen. Dus dat is het mooiste. Het is gewoon, zomertijd is gewoon gezelligheid tijd. Nou, wat je wel merkt is dat zeg maar, in de wintertijd verkoop je meer fondue, kaasjes, zulke dingen. En je merkt wel dat zomers gaan mensen lekker buiten zitten. En ja, echt andere kaars niet, maar ze gaan wel anders eten. Dus lekker saladetje en zulke dingen erbij. Wat eerder rozeetje pakken ze erbij. En in de winter gaan mensen meer echt lekker binnen kokkeren en het gezellig maken. En ja, wat ik zeg, met een fondue of een raclette of zulke dingen eigenlijk. Dat is het grootste verschil, maar voor de rest valt wel mee eigenlijk. Ja. Wat betekent dat voor de omzet? Vaak wat beterder, omdat de mensen toch willen buiten wat willen doen in de tuin of in huis. En dan willen ze wat vrolijker maken, dus ze halen wat meer spullen in huis. Lekker, een langere dag. En een hoop zon, veel op het terras zitten, vrolijker zijn. Meer genieten, meer buiten eten. Alles wat leuk is. Ja, dat ligt aan het weer. Als het bewolkt en regenachtig is, dan is het niks. Maar zodra het mooi weer is en de mensen willen ze de tuin in, dan willen ze ook de tuin mooi maken. Dus ze worden geactiveerd daardoor. Dus dat vinden ze prettig om dat te doen. Tot 20, 22 graden gaat goed, maar daarboven wordt het voor ons eigenlijk net even te warm eigenlijk allemaal. En ja, de zomertijd voor mij hoeft het niet. Niet? Nee. En wat is de reden? Ik denk dat het economisch zoveel geld kost dat ze dat gewoon niet meer terug moeten draaien. Economisch gezien, vindt u de zomertijd gunstig of niet gunstig? Het voorjaar vind ik het gunstigst. Want dan hebben de mensen echt zin. In de zomertijd wordt het vaak te warm. En dan willen ze dan meer echt genieten van de tuin. Maar niet meer roeten in de tuin. Gaat het ook uw geld kosten? Dat denk ik best wel. Ja. De mensen moeten weer wennen. Lopen ze eruit. Ja, dat is heel goed te merken. De eerste weken zeker. Nou, meestal altijd wel in de zomer, in die zomerkleren, winter is winterkleren. Ja, ja. Ja. Dit was Nieuwsronde voor deze week. Heeft u ook een onderwerp? Laat het weten via info@rtvrondevenen.nl.